Hoe gaan we de privacy waarborgen? Dat is, moeten we eerst over eens worden wat privacy is. Want volgens mij is daar nog een heel groot misverstand. Merkte ik bij de sessies in het begin dat iedereen denkt dat privacy over vertrouwelijkheid gaat. Maar dat is maar ten dele waar. Vertrouwelijkheid is één aspect van privacy. Privacy is gedefinieerd inmiddels. Dat staat ook in de nieuwe Europese privacyverordening. Maar al in de jaren 80 van de vorige eeuw heeft onze OESO de universele privacyprincipes gedefinieerd. Koppelt inderdaad aan mensenrechten. En ik vond het heel mooi, ik werd vanochtend gezegd, hoe kan het toch zijn, wij vinden het heel erg als de mensenrechten in Bangladesh met voeten wordt getreden. Maar als hier de mensenrechten in Europa worden met voeten getreden al 30 jaar, dan vinden we het allemaal niet erg. De wetgeving die er nu aankomt, die bestaat eigenlijk al sinds 2001. De algemene verordening die dus 25 mei 2018 in Nederland ook wordt ingevoerd, is niet zo heel anders dan wat er nu al verplicht is. Alleen, we doen er niks aan. Of althans weinig. Ik heb mijn tijd volgepraat. Even voorstellen, dat ga ik zo doen. Dit wordt voor jullie een hele vermoeiend half uur. Want ik ga een half uur jullie ergens er doorheen nemen, wat best wel intensief is. Ik ga ook van de hak op de tak. En toch wil ik iets gestructureerds overbrengen. Dus dat is de uitdaging. Wie ben ik? Nou, ik ben Jan Matto. Ik ben partner bij Mazaar. Ik ben al heel lang verbonden aan Mazaar. Vroeger heette het Paardenkoop Hofman. Het was eigenlijk mijn eerste baantje. Ik ben op 19e daar gaan werken. 2 uur gestudeerd. Elektrotechniek Delft. 95% was schema's tekenen, ontdekte ik. En 5% informatica. En daar lag mijn hart. Waarom? Ik had een boek gelezen. Sommige mensen die mij kennen weten dat. Ik heb als kind een boek gelezen. Een biografie van meneer Marconi. En er zit iets legendarisch in de biografie waarom ik voor dit vak gekozen heb. Marconi had op zijn 14e bedacht dat je draadloos berichten kon verzenden. En op zijn 19e heeft hij ook het patent gekregen op het draadloos berichtenverkeer, 1896. En er zit een hele leuke anekdote in, namelijk op het moment dat hij in staat was dat hij hier op een knop drukte en 50 meter verderop een bel ging rinkelen, is hij naar de Italiaanse telegrafieautoriteiten gegaan, heeft een demonstratie gegeven en hij is afgevoerd als goochelaar. Nou, dat vind ik echt zo fantastisch, dat de werkelijkheid van de techniek, die wilde men gewoon niet geloven. Of ze waren bang dat al die koperdraden niet meer nodig waren. Dat is niet bekend. Maar in ieder geval, hij is daar afgeserveerd. Enorm imperium opgebouwd. Bill Gates rond 1900. Veel over te vertellen ga ik jullie besparen. Nog één ding over zijn inzichten. Die waren af en toe een beetje krankzinnig. Maar hij was ervan overtuigd, als wij draadloos, tijdloos met elkaar communiceren, hebben we straks nooit meer oorlog. Hij had bepaalde ideeën hoe de techniek de mensheid verder ging brengen. Dus de impact van techniek op mensheid, dat heeft me altijd enorm gegrepen. Ik hou me heel lang bezig met security. Echt heel lang. Ooit een boekje geschreven over AS400 en beveiliging en dat soort dingen. En daarvoor ook nog wel onderzoek gedaan voor de overheid naar encryptie. Toen had ik uitgezocht wat een goede encryptietechnologie was. Daar ben ik ongeveer half jaar mee bezig geweest. En zeiden ze, nou bedankt, maar het was niet de bedoeling dat het zo veilig zou worden. Want dan kunnen de hoge echelons er niet meer bij. En dat is ook niet de bedoeling. Ik zei, nou, had dat van tevoren gezegd, dan had dat een hoop ellende geschild. Dus als iemand aan mij vraagt, wat vind je van, of ik vraag aan iemand, wat vind je van de wet computercriminaliteit 3? Wetende, jullie snappen wat ik bedoel. De overheid wil gewoon bij data. En daar hebben ze ook wel redenen voor. Alleen als de overheid zelf het grootste lek is, dan heb ik daar toch wel mijn vraagtekens bij. En dan wordt ook gezegd dat de mens is een zwarte schakel. En ik lees alleen maar dat politieofficieren voor 3 ton, weet ik veel hoeveel, persoonsgegevens verkopen. Is dat erg? Dat is erg, want dan vallen de dooien, want dan weten we wie infiltrant is en noem maar op. Dus persoonsgegevens zijn echt wel serieus. Daar kunnen dooien van. Nou, ik doe hele leuke klussen af en toe. Ik heb hier hele leuke in Ierland onderzoek naar Human Genome Project. Voor het DNA van mensen in database gestopt. Ze willen van 200.000 Ieren de hele DNA-string vastleggen, 2,6 terabyte per mens. En dat is heel interessant. DNA kan je heel moeilijk anonimiseren. Dat gaat eigenlijk niet. En ook interessant is van DNA, dat gaat over de privacy van toekomstige generaties. Dus we moeten wel begrijpen waar we mee bezig zijn als we dat soort dingen doen. Enzovoort. Enik heb ik ooit mogen onderzoeken, lang geleden. Toen het nog op de tekentafel lag. Heel slecht ontwerp, lekker als een zeef. Vol met hotspots, ga ik zo nog even op in. Hebben ze aangepast. Is wel weer goed gekomen. En natuurlijk, ik ben heel erg druk bezig geweest. Ja, biometrie hebben we ook onderzocht. Gezichtsherkenningssystemen bij de grensbewaking, ook een heel leuk project.
op de tekentafel bestudeert. Hè? Dat is de lol. Je gaat naar iets kijken wat er nog niet is. En dan moet je daar iets van vinden. Dat is wel spannend. En natuurlijk de ENIC. De ENIC, EID-stelsel en Identities. Ik heb op alle drie de platforms zogenaamde Privacy Impact Assessments mogen uitvoeren. Dat doen we al heel lang in mijn team. Een heel leuk team. We zijn met 11 man. Hackers, IT-auditors, tegenwoordig ook een criminoloog aan boord. En binnenkort komen er nog 3 criminologen bij. Waarom? Die kunnen leuk nadenken en onderzoeken. Gewoon slimme mensen. En die IT leren we ze wel. Dit is mijn wereldbeeld. En de pianist, het is niet Pia Beck, maar ik vind mijzelf een pianist. Hè. Dus de pianist die Pia's doet. En mijn wereldbeeld is ongeveer dit. Dit is één grote puinhoop. Toch even terug wat is nou privacy. Want als we niet weten wat privacy is, dan kan je ook niet een privacy impact assessment uitvoeren. En dan kan je ook niks zinnigs roepen over, is Identis nou privacy bestendig of niet? Europees verdragrecht van mensen hebben het over gehad. Iedere digitale vastlegging van persoonsgegevens is een inbreuk in de persoonlijke levenssfeer. Dat is het standpunt zoals het in de wet is opgeschreven. Iedere digitale vastlegging van persoonsgegevens is een inbreuk in de persoonlijke levenssfeer. En je wordt geacht maatregelen te treffen om de impact daarvan op het individu te beperken. Nou, heel simpel. Nou, digitalisering gaat alsmaar door. Het gaat niet alleen om vertrouwelijkheid. Identiteitsfraude is al een paar keer genoemd. Identiteitsfraude is een enorm groot probleem. Ik ga laten zien hoe groot het probleem is. Een identiteitsgegeven is niet een normaal persoonsgegeven. Je hebt lengte, breedte, gewicht, noem maar op. Dat vind ik dan redelijk normale persoonsgegevens. Haardracht, je kapper, nou, noem maar op. Maar identiteitsgegeven is wat anders. Als ik namelijk jouw virtuele identiteit kan overnemen, dan ben ik in de virtuele wereld jou. Nou, zakelijk. Dus als iemand mijn persoonsgegevens, lengte, breedte, gewicht, haardracht heeft, dan denk ik, nou, veel plezier ermee. Maar als iemand mijn identiteit in de virtuele wereld heeft te pakken, dan heb ik een probleem. Waar de overheid bang voor is, is dat we de overheid niet vertrouwen. We hebben net allemaal verkeerde dingen lopen roepen over vertrouwen in de overheid. Maar de overheid maakt zich zorgen, vertrouwt de burger de digitale overheid wel? Dat is een punt van zorg. Nou, surveillance, dat weten we. Een risico voor economische groei. Als wij niet in staat zijn om nu heel snel in Europa fatsoenlijk digitaal met elkaar te kunnen communiceren en ons kunnen identificeren, dan worden we links en rechts ingehaald. En een van de projecten die ik doe is in Kenia. En als jullie niks te doen hebben, moet je een keer googlen. M-Pesa, het nationaal betalingssysteem in Kenia, mobiel betaalsysteem, in feite ook een identiteitsstelsel. En tegenwoordig ook een elektronisch patiëntendossier. Algemeen. Die hebben dat daar al, draait al 65% van de economie van Kenia draait over dit systeem. Eigenlijk liggen zij ver voor op wat wij hier in Europa proberen te bereiken. Maar omdat wij met gevestigde orde regels en zo, privacyregels en wetten, hebben wij wat moeite om die snelheid te maken. Maar ontwikkelingslanden, en ik hoorde net India ook, die pakken gewoon door en dat moeten we in de gaten houden. Ja, een vraag over M-Pesa, maar M-Pesa is toch een commerciële hoek, toch? Nou, het wordt gehost door een commercieel bedrijf, Safaricom. Maar het is een nationaal Keniaans betaalsysteem. En ik ken het vanuit Vodafone, die dat enorm steunt. Ja. En ik vraag me ook af, in hoeverre hoor je heel veel over publieke toepassingen van e-herkenning, EID. In hoeverre wordt dat ook door de markt geadopteerd? En zijn daar, ik zag net heel even Siam al staan, Consumer Identity Access Management. In hoeverre begint de markt dan langzaam te adopteren? Je bedoelt de markt in Kenia? Nee, bij ons. Hier in Europa? Ja, niet. Het is gewoon super bedreigend voor de gevestigde orde. Heel simpel. Maar ik denk niet dat je het tegenhoudt. Je ziet wel landen om Kenia heen. Die beginnen het wel over te nemen. Dus dat is de battle of the continent, zou ik maar zeggen. Ik weet niet hoe het gaat aflopen, maar het is wel boeiend om te zien. Ook leuk. Privacy steeds meer, en toevallig is er een Kamerbrief verschenen 2 weken geleden, komen we er ook achter als wij ongelimiteerd datagraaien toe blijven staan, of ongelimiteerd data lekken, dan werken onze vrije westerse handelsprincipes niet meer. Data heeft te maken met mededinging. En ook, als we gaan over persoonsgegevens, zie je steeds meer dat de mededingingsautoriteiten ook zitten te kijken, hé, wat gebeurt hier? Vinden we dat wel prettig als iemand al die persoonsgegevens verzameld, kan je dat wel concurreren? Of hebben we dadelijk alleen nog maar Google en Uber en dat soort clubs?
Dat is wat er in de overheid speelt. En dat betekent dus dat het onderwerp identity management, waar we het hier over hebben, als nationaal systeem, is een politiek ding. Ja, dat gaat niet alleen over, is het goed, is het veilig, is het privacybestendig. Er zitten allerlei belangen achter. Nou, wat is privacy? Even over de universele privacy risico's. Dat zijn niet de privacy principles. Maar het verwerken van persoonsgegevens in een gedigitaliseerde vorm leidt gewoon tot universele risico's. Die zijn er altijd. Nou, ik kan ze niet allemaal behandelen, maar een hele leuke is metadata. Dus wij denken dat wij persoonsgegevens invoeren in een systeem, hè, naam, adres, woonplaats enzovoort. Maar ondertussen, doordat ik op die website zit en klik en ergens ben, een netwerk gebruik, genereert dat netwerk persoonsgegevens over mij. Dat zijn geen gegevens die ik direct invoer of waar ik me van bewust ben. Maar je moet altijd in de gaten houden dat bij ieder netwerk onderliggende systeemlagen genereren persoonsgegevens. En die kunnen wel eens veel gevoeliger zijn dan de gegevens die ik gewoon aan jou verstrek. Even de koppeling naar een identity management systeem. Het feit dat ik mij ergens bekend maak, ergens inlog met mijn digitale identiteit, is niet alleen de transactie van dit ben ik, hier ben ik. Maar er zit ook iets anders achter, namelijk ik bezoek een website. En dat genereert gegevens over mij. En ik geef je een voorbeeld, dat heeft niet zozeer met digitale identiteiten direct te maken, maar ook weer een beetje. Stel nou dat ik de afgelopen maanden, zonder dat ik het wist, inlogde op een website, of ik bezocht een website van een Gulenschool. De Turks, ik heb er geen stand van verder, maar nou, ik denk dat ze niet zo op, hè. Who cares dat ik op die website zit? Maar dan ineens blijkt dat Gulen toch een soort van gestigmatiseerde groep is in mijn beleving inmiddels. En waarschijnlijk heeft iemand al gezorgd dat dat hele inloghistorie van die scholen bij Erdogan ligt. Met mijn identiteit erachter. Dus wat ik wil zeggen is dat het is niet onschuldig. Het is... Je maakt het gras bijna voor de voeten weg, dus dan gaan we... ik ga gauw verder, anders krijg ik het niet af. Dat moet wel. Paniek. Wat is het PIA? De historie van de PIA. De PIA's bestaan sinds 1985, 88. Zijn uitgevonden in Canada en Australië. Die landen lagen ver voor. Is geleidelijk aan nu in Europa toch wel. Nou, het is nog geen gemeengoed. Maar er staat in de aankomende privacyverordening, 2018 dus gaat het in, dat je verplicht bent om een PIA uit te voeren als het gaat om een serieuze systeemwijziging. En de overheid heeft zich dat zelf in 2013 al opgelegd. Bij systeemwijzigingen, het gaat dus om systeemwijzigingen of beleidswijzigingen, moet jij een PIA uitvoeren. Een PIA is een gestructureerde analyse, wordt voldaan aan privacyprincipes en zijn al die privacyrisico's afgedekt. Ja. Het is dus onderdeel van een ontwikkelproces, een PIA. Een PIA is geen audit. Het is niet een rapport, je moet het opschrijven, maar een PIA is niet van... het is goed of het is slecht. Nee, het is een risicoanalyse. En daar kan je wel iets van vinden. Van vinden wij dan dat dat redelijk is enzovoort. Maar het is niet een audit. Het is een assessment. En het moet op een gestructureerde manier in beeld brengen hoe omgegaan wordt met privacy risico's. En welke maatregelen erin zitten. En je kan het iteratief doen of je moet het iteratief doen. Want in een ontwikkelproces komen nieuwe inzichten. Er moet voortgang zijn. Er moet ruimte zijn voor innovatie. Dus een PIA is niet een... eenmalig ding. Hoe pak je het aan? Er is heel veel wet en regelgeving, veel meer misschien dan je denkt. In Europa zijn leuke working parties. Die publiceren veel over standpunt, over biometrie, over DNA, over van alles en nog wat. Working Party 29, dat is een belangrijke bron om te zien of aan baselines, eisen is voldaan. En we hebben twee handreikingen, één van de overheid zelf, hoe pak je een PIA aan? En de andere is van de Norea, die heeft ook een guidance geschreven van joh, zo kan je een privacy impact assessment uitvoeren. Nou, ik heb zelf, wordt van geen van alles gelukkig, dus we hebben alles een beetje door elkaar gemixt. Maar in essentie, wat een PIA is gewoon heel gestructureerd aflopen. Wordt aan deze privacy principes voldaan of hoe wordt daar een invulling gegeven? En zitten daar dan nog bepaalde restrisico's achter? Ja. Nou, hoort het een assessment heeft... Cycletoets en normen. Je geeft al wat harde normen aan met een regelgeving. Nou, wat normen, handreikingen. Als je nou een groot bedrijf als Unilever of een Shell, hoe ga je daar een
Ja, je moet, oké, de PIA richt zich wel op een afgezondheid, een afgebakend systeem. Dus het is niet te doen om een PIA te doen op een onderneming, nee, een PIA doe je op een gegevensverwerking. Een website? Een website bijvoorbeeld, ja. Gepresenteerd wordt door een global player, ja. Ja. Dan ga je iets roepen over, ja, mag ik kopjes gebruiken, ja. Voor van, ja. Ja. Het is dezelfde iemand die ook in India opereert en daar wel niet. Maakt niet, maakt, kijk, oké, dan komen we op een interessant juridisch issue uit. Ja. Maar als jij Europese mensen bedient, laat ik het even heel simpel houden, dan moet jij daar gewoon aan voldoen. Als je gegevens uitwisselt met India, hè, wat is in principe niet zomaar toegestaan is, persoonsgegevens vanuit Europa naar India, dan moet je corporate binding rules afspreken en die corporate binding rules moeten gewoon aan de wet voldoen en dan kom je eruit. Dus alles is op te lossen. Ja. Ik ben geen jurist, maar alles is op te lossen. Waarom identities dit overkwam mij toen ik erbij gehaald werd bij het EID-stelsel, dat heet nog geen identities. Toen was er paniek in Nederland. En de overheid die zat hiermee. Dit komt uit Kamerstukken, 2013. En dit is waar. Over 2012 is berekend dat tussen de pakkenbeet 600.000 en 900.000 burgers slachtoffer zijn geworden van identiteitsfraude. Toen hadden we nog geen 17 miljoen inwoners. Bent u het nog? We weten in de virtuele wereld niet wie is. Ja, dus de kans dat iemand hier in deze zaal in een interessant opsporingsregister zit, is vrij groot. Dat is vervelend. Bij alle rechtszaken waar ik betrokken ben geweest om iets te roepen over betrouwbaarheid van gegevensverzamelingen, is allemaal geseponeerd. Men kan de betrouwbaarheid niet aantonen. Nou, dat is wat. Dus de overheid wil een nieuw identiteitsstelsel hebben. De overheid is ook verantwoordelijk dat we op een fatsoenlijke manier ons kunnen identificeren. Punt. Hoog of laag springen, daar kunnen we heel moeilijk over doen. Dit was de aanleiding, dit was het doel, betrouwbare identiteit. Nou, ik ga hier niet op in, dit is een stukje identis, hoe werkt het dan en zo. En, een van de dingen, een van de problemen wat in zo'n identity management systeem zit, zoals identis, en dat probleem zit erin, staat ook netjes in de PIA, is een hotspot. Wat gebeurt er nou? We hebben hier zitten twee grote hotspots in identities. Eén, dat zijn de zogenaamde authenticatiediensten. Als iemand daar gebruik van maakt, dan in de huidige opzet kan een authenticatiedienst inderdaad zien wanneer jij waar, bij wie bent ingelogd. Nou, dat kan vervelend zijn. Dat is een risico. Maar het geeft wel leuke controlemiddelen. Een andere hele grote hotspot, die is er nu ook. Dat is bij DigiD of bij het BSN-koppelregister. In de huidige situatie ook, hè, dus bij DigiD, bij Binnenlandse Zaken, Logius, daar is in principe inzicht van ons allemaal wie wanneer waar met zijn DigiD inlogt. En dan lopen allerlei patroonherkenning op, hè, van kan ik detecteren of een identiteit gecompromitteerd is. Dat is naar mijn idee een plicht die de overheid heeft of een van de dienstverleners die hier een rol in speelt. Is verplicht om te detecteren, wordt een identiteit misbruikt? Staat het op gespannen voet met vertrouwelijkheid? Yes, natuurlijk staat het op gespannen voet met vertrouwelijkheid. Staat het op gespannen voet met privacy? Nou, daar wil ik wel eens een keer over praten met iemand. Want wat heb ik aan een systeem wat ik niet kan controleren, waar ik geen verantwoording over kan afleggen? Dan overtreed ik ook de wet. Nou, leuke dingen. En dan kan je, nou ja, goed, weet je, dan krijg je met journalisten te maken en van alles en nog wat, die gaan alles van vinden. Iedereen die roept, doet het maar wat. Nou goed, dan hebben jullie een beetje het dilemma in zo'n PIA. Zo'n PIA, daar zitten allerlei, en dit zijn er maar een paar, er zitten allerlei dilemma's in. Een van de dilemma's die er ook in zit, ik kan tot in het oneindige door blijven ontwikkelen en tekenen op de tekenkavel. Tafel om in een publiek-private samenwerking, want dat zit er ook nog achter, hè, om dit te realiseren. Nou, dan weet ik één ding zeker. Dan hebben we in 2020 nog geen identiteitssysteem. Dus de